Hallo, het is alweer eventjes geleden dat ik een vlog heb gemaakt. En de seizoenen zijn alweer aan het veranderen, zelfs hier. Ik heb een nieuwe bril, by the way. Hey, maar ik ga vandaag aan de slag met mijn lieve schoonmama, Odette. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les figues tourado. De figues tourado. Et ça veut dire? Les figues passées au four. Aha. Funchu. Funchu. Et daru. 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 Nou, zei ik je. Sap, sap. Het is goed dat ik met vier. En effectief en. Não precisa, não falta mais funcho e dar. Tá bem, vou te buscar. Isto é o funcho. É muito bom, funcho. Funcho. Funcho aromática. Ah. Família de l'anis. Ah, hoe zou dat op zijn Nederlands heten? Então. Het is dus geen funcho. Será. Ja, maar je is een petit peu verkouden. Si. Ah, bonjour, spectateur. Le bar. Non, comment ça s'appelle? Le four. C'est l'huile d'olive de notre olive, n'est-ce pas? C'est l'huile d'olive. Après, je fais aha. Kijk deze dappere vrouw die overmorgen 90 jaar wordt. Aha. Die zijn dus al helemaal geselecteerd door haar. Vorige week heeft ze de mooiste kleintjes eruit gezocht. Ach, het is van... Après. Donc, ça s'est nettoyé avec l'huile et de l'eau. Et après au four. Après au four. Toen ik zeep. Met na. Met na of. Iets sa. Sa. Met evident et petit poit. C'est moi qui ai inventé ça. Ah oui? Bah. Ze heeft het gewoon uitgevonden. Ondertussen hebben we hier een ongenode gast. Die toch altijd heel welkom is. Dit is Roeka. Het is aha. De warme vijgjes die gaan in de doos waarin ze zaten. Lisa is inmiddels gewoon zomaar in de kamer. Oula. Gaan we nog een beetje afmaken. Met wat meer kruiden. Ja, het zijn allemaal zo van die zalige procedés met handen en zo. Oké. Nou, merci. Ouais. Voilà. Lisa, kom. Anda. Anda, anda, anda. Met naastjes, hè. Oh, stout Lisa. Oh, stout Lisa. Komt zomaar binnen. Anda. Bye. Ah. Ciao, ciao. Heel eventjes. Dus hier gaan ze dus te drogen. Al een paar dagen. En dan gaan ze in de... Hey! Wauw! Wow. Hoe le corps? Commissaris Rex. Hey Serginho, tu peux dire notre spectateur. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette... crowdfunding. Cette crowdfunding, il va être destiné à ce pourquoi il a été fait. Ouais.
Exacto, claro, claro. Sauf que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Ouais. Parce qu'avant ça, on doit faire une petite altération. 16 mois, oh, 17 mois, 12 mois, más o menos. Oh non! Tout le système d'indépendance solaire à Quinta da Vigna. Ouais, ça c'est les choses que je dois accepter, petit peu. Hein? Dus het is allemaal weer iets ingewikkelder, maar uiteindelijk gaan we daar veel meer profijt van hebben als we de bepaalde groepen gescheiden hebben. En dan per groep, waaronder dus ook een aparte groep voor de waterpomp, waar het mij eigenlijk allemaal mee om te doen was. Om die dan apart allemaal met zonnepanelen te hebben. Ach, ik voel me er ook een beetje verantwoordelijk dat ik dat allemaal deel en vertel. Omdat ik het zo ongelooflijk fantastisch vind dat mensen hebben gegeven. En bij lange na niet hebben we ons streefbedrag gehaald. Maar dat is helemaal niet erg. Want we hebben gewoon een aanmoediging gekregen van jullie. Dus, en daar gaan we gewoon lekker mee door. Kijk, en dit is mijn lieve kleine Chichi. Die mag natuurlijk nog niet... Kijk, die neemt namelijk de benen als ze samen met haar moeder is. En dan gaat ze heel ver. En daarom moet ze nog eventjes een beetje... Daarom moet ze eigenlijk nog eventjes aan een lijntje. Totdat ze een beetje begrijpt dat ze gewoon ook op het terrein moet blijven. Hè? Nou jongens, dit was de zaterdag. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Doei. Ja, it's up. Oei.